demissionaire regering heeft het voornemen aangekondigd om in 2027 definitieve streekvorming van lokale omroepen te realiseren. Tot die tijd zullen alle lokale omroepen met de zendmachtiging nog zelfstandig functioneren. Momenteel zijn er ongeveer 260 lokale omroepen, maar het streven is om deze te laten samenwerken en te reduceren tot ongeveer 80 streekomroepen in heel Nederland. Dit proces begon rond 2012 en wordt gecoördineerd door de overkoepelende organisatie NLPO, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De focus ligt op het creëren van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten met een logische sociale of een geografische samenhang, met een bereik van 200.000 tot 250.000 inwoners en de samenvoeging van circa 4 tot 5 omroepen tot 1 streekomroep. We pleiten niet tegen het concept van streekomroepen, maar vinden dat deze een formaat moet hebben waarbij de lokale identiteit behouden blijft. Dit standpunt sluit aan bij wat er landelijk gebeurt en ook het advies is vanuit de overheid. Streekomroepen met een bereik van ongeveer 250.000 inwoners. Een uitzondering op deze trend is Twente, waar momenteel een plan genaamd 1 Twente wordt voorgesteld. Hier zouden 5 redacties ontstaan in Almelo, Hengelo, Enschede, Noordoost-Twente en Hellendoorn met een bereik van 620.000 inwoners. Dat is groter dan sommige huidige regionale omroepen zoals RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Flevoland, Omroep Zeeland en Radio M in Utrecht. Tegenover 1 Twente staat de visie van Trots, waarbij Twente wordt opgesplitst in 2 streken. 1 Twente en Trots. Trots vertegenwoordigt 5 samenwerkende omroepen in Almelo-Wierde, Haaksbergen, Hof van Twente en Rijsseholte, met een bereik van 280.000 inwoners. Om dit alles te realiseren, moeten de betrokken omroepen verder professionaliseren. Almelo is al ver gevorderd in deze stap en heeft tot 2027 om dit samen met andere omroepen te doen. Er is al een convenant voor samenwerking met Trots sinds 2023. Omroep Almelo streeft naar samenwerking met Borne, Wierden, Holterijsen, Hellendoorn, Haaksbergen en Hof van Twente. Deze indeling volgt een logische geografische samenhang en zou gezamenlijke radioprogrammering en lokale studio's en redacties omvatten. Dit zou een logischere schaal zijn voor de streekomroep dan heel Twente met 620.000 inwoners. Ook de betrokken gemeentebesturen lijken de voorkeur te geven aan lokale organisaties bovenop gaan in 1 Twente. De lokale omroep Almelo vraagt om, net als de afgelopen 35 jaar, de zendmachtiging te behouden die tot 1 januari 2027 de eigen omroep in Almelo garandeert. We vragen ook steun in financiering, vergelijkbaar met wat Enschede ontvangt. Daarnaast willen we de kans krijgen om de Almeloze vrijwilligers de professionaliseringsslag te laten maken. Want 1 ding is zeker, zonder zendmachtiging in de komende jaren speelt de lokale omroep Almelo geen rol meer.